Yo mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mensen, vandaag ga ik weer een bezoekje brengen aan de kust, zeg maar. Ik ga naar de zee, ik ga nu naar Knokke. En ik ga kijken of dat daar chill is. En ik hoop dat ik bij die vlogs tegenkom. Nee. Het zal altijd wel wijs zijn. Maar zwart, ik moet eigenlijk nu al vertrekken. Ik ga mijn vlucht klaarmaken. Ik heb al mijn apparatuur meegepakt van mijn camera en zo. En we gaan er een super toffe dag van maken. Jammer dat ik niet gratis mee mag reizen met de trein. Omdat ik die al opgebruikt heb. Dus ga ik dat moeten betalen. Ja, maar I don't care less. Het is voor de vlog. We gaan een leuke vlog maken. Ja. Ik heb er zwaar veel zin in. Niet normaal. Ja, ik zeg dat ook wel vaak. Het is eigenlijk ook mijn stopwoordje geworden. Zwaar chill, niet normaal. Damn. Ja. Maar oké, zwart. Ik ga nu vertrekken. Ik zie jullie buiten wanneer ik op de tram of op de trein zit of aan het station ben. Ik weet het niet wanneer ik de camera ga bovenhalen. Zo mensen, ik ben toegekomen aan Gentse Pieterstation. Ik moet rap een ticketje aankopen om naar Knokke te kunnen gaan. En daar neem ik, en ik neem hier zo biedt een trein. Voordat ik, ja dat ga ik niet doen. Ik moet me wel een beetje haasten zodat ik niet te laat kom. Jordi gaat dus ook mee naar de zee. Je weet zelf. Hij is nu even naar het Carrefour om geld bij te vragen. Ik zou dat beter ook doen, maar ik ga dat niet doen hier. Maar kijk, ik ga nu een ticketje kopen. En ik zie jullie zo. We zijn hier net in mijn ziekenhuis. Zo mensen, ik ben toegekomen in Knokke station. Man, dat is hier zo raar. Ik ben hier aan het kijken nu dat we naar de zee moeten gaan, naar het strand zeg maar. Wow, dat is zo weird. Maar wat is het? Het is hier mooi. Ik heb zo een keer gekeken naar Bunny Vlogs. En hij heeft dan een keer gefilmd, dan kan je doen wat dat is. Check dat. Dat is echt een mooie kunstwerk. Zo lijkt allemaal tuinhuisjes op elkaar. Ik heb daar net iets mega raar meegemaakt. Ik stapte af van een trein, oké, ik stapte verder. Ineens bots ik tegen een steen. Gelijk zo'n klein steentje. En ik met mijn lompe werkschoenen. Zo zeg maar, qua vallen. Maar het ging gelijk niet. Ik bleef maar stappen en ik zat zo gebogen. En ineens valde ik. Ik ging zo naar voren vallen, maar ik heb mijn camera safe. Dus ik heb het direct zo gedaan. Wat echt wel nice is. Maar nu gaan wij het strand zoeken. Het heeft hier wel een goede vibe. Oh, hell no! Toch? Nee? Geen goede vibe? Vertel een keer, hoe was ik gevallen tegen de kijkers? Voilà, dat heeft hij verteld. Nee, serieus, maar kom. Het was wel spectaculair, hè? Wat was het? Spectaculair. Vond het spectaculair? Ja. Zo heb ik nog nooit iemand zien vallen. Het was echt weird. Ik valde gelijk, maar ik moest direct al vallen zijn, maar mijn voeten bleven lopen. Gelijk, jij was zo fake aan het vallen ofzo. Ja! Ik deed dat gelijk expres ofzo. Ja, ik weet. Zo mensen, ik zie voor mij de strand liggen en het water. Echt wel nice. Hoe was het? Het was wel een redelijke wandeling. Van het station naar de zee van Knokke. Maar ja, je moet er iets voor over hebben, hè. En ik blijf nog denken aan wat was zo mega raar. What the fuck, dat was like slow motion. Niet normaal. Ik ga je nu tonen hoe dat eruit ziet, maar het is echt wel nice. Check it out. Zoals je gezien hebt, is het echt wel mooi. Ik weet niet of dat het waard is om naar hier te komen, maar dat zie ik subiet wel. En we gaan subiet ook iets bekijken voor te kunnen eten of te drinken. Maar nu heb ik er nog geen behoefte aan. What the hell, dat is echt weird. Het is alsof we zijn echt begin van het strand gelijk al. Damn. Zo weird, check this out. Oeh. Dus wat, kijk, ik ga er nu oplopen. Oké, deze is echt wel weird. Deze vibe is hier breed raar. What the hell. Oké, dit is meer raar.
veel wind. Ik heb besluiten om terug te keren, denk ik. Het is veel te koud op dit moment. Oh, ik ga weg van het strand en de vibe is hier toch niet zo goed. Zeker in het strand Jackmond, dat is zo raar. Ik keer terug naar de stad. Zo mensen, we zijn hier nu weer terechtgekomen. Hier in de stad van Knokken. Ja, de winkelstraat zeg maar. Sorry voor de overbelichting. Maar de zon is volop aan het schijnen. Ik moet wel zeggen, ik voel hem niet man. Hier voel ik hem echt niet. Dus, allez, het is hier wel mooi alles, hè, maar de vibe is er niet. Like, zie je, wat gebeurt er allemaal? Deze shit dat er gebeurt, check dat. Ik kan er precies ook al niet rijden, meid. Wat is dat? Maar zou ik er het beste van maken? Maar gewoon nog even rondkijken en zo. En ik hoop dat het veel gaat beteren. Qua vibes en zo. Maar ik moet zeggen, het is niet echt erg. Maar had ik dat weten, ben ik wel liever thuis gebleven. Of naar een andere plaats geweest of zo. En wat ik nu ga doen, weet ik niet. Ik ga gewoon verder wandelen. En als er iets wijs is om te filmen, ga ik dat zeker filmen. Maar op dit moment is er niet zoveel om te filmen. Ik ga waarschijnlijk naar een broodjeszaak of zo, een broodje eten. En ja, wat er daarna gaat komen, ga ik wel zien. Ik moet wel zeggen, mensen kijken nu echt al aan van zo, wat de hel is hij aan het doen? Ja, ik ben een vlogger hè. Maar ja, we zouden wel als ze met zo'n camera de stad loopt, gaan ze dat automatisch beginnen kijken van, damn, het is raar. Plus ook, iedereen is er zo lekker alsof het onze rijk zijn. Niet normaal, Knokken is echt wel zo'n duur stad. Mensen, ik vraag me echt af wat dat hier is achter mij. What the hell is dit? Laat weten in de comments of dat jullie weten wat dat is. Ik denk dat wij nu gewoon terug naar het station gaan. Oeh, ja. Het is er saai, man. Knokken is echt wel f***. Sorry voor de mensen die hier in Knokken wonen, maar dat is echt fucked up. Het is er niet chill. Dus, ik ga gewoon terug naar de hometown. Ik represent in Gent, sowieso. Want hier, hier is niet chill. Zelf, Jordi heeft niet naar zijn zin hier. Nee. Het is er echt saai. Pas op, de mensen hier zijn wel vriendelijk en zo, daar niet van. Ik voel hem net niet zo. Ken je? 20 euro voor iets uitgeven, voor de trein. Wat hij dan careless. Ik moet ook zeggen, er is te veel belichting. Niet normaal. Mensen, staal vast, we gaan terug naar Gent. Het is ook gewoon, het is hier niet chill, echt niet. En ik wil mijn dag daardoor niet verpesten. Ik ben hier geweest, ja. Oké, ja. Maar nu keer ik terug naar Gent Sint-Pieters. Dan ga ik daar nog wat chillen in de stad of zo. Wat ik wel sowieso nog moet doen deze maand is. Allee, deze vandaag of wel morgen moet ik sowieso nog naar Issy Paris gaan. Voor een parfumpje te kopen sowieso. En ik ga waarschijnlijk Lanoui de Long kopen. Dus nu gaan we de trein pakken. Maar ik zei het ook tegen Jordi, het is hier niet chill en hij vindt het ook niet chill. En wat moet je doen als je je niet goed voelt bij een stad? Moet je sowieso terug weggaan. Moet er niet blijven of anders. Ja, dan gaat slapen met een raar vibe en ik wil dat niet. Dus, sorry voor de mensen die hier in Knokken wonen. Maar deze stad is niet voor mij. Ik ga liever naar Oostende of zo. Of naar Blankenbergen, maar het liefst Oostende omdat ik daarmee echt wel veel chiller voel. Hier niet. Maar ja. Geniet nog van de beelden die er nog gaan komen. Want nu is de vlog nog redelijk saai. Maar het gaat luid worden. Sorry voor de overbelichting. Maar ik zei het, de zon is overdreven. Zo mensen, we zitten hier nu in de trein. Ja, we gaan echt wel terug naar Gent Sint-Pieters. Ik ga daar een beetje rond stappen in de Korenmarkt en zo, in de Veldstraat. Om een beetje chillen. Maar mensen, check, we hebben ons eigen plekje. Check. Oeh, echt wel nice. Service. Wat zeg jij?
Niks. Oh. We zijn aan het wachten tot wanneer dat trein gaat vertrekken. Ik zei het je echt wel meer een raar vibe. Ja. Niks aan te doen als je je ergens niet goed bij voelt, moet je gewoon terug weg gaan. Dat doe ik altijd. Waar is er gast? Waarom lach je? Waarom lach je? Hoor. Weet je nog dat ik ben gevallen? Ja. Dat was het enige nice dat er is gebeurd. Nee, maar ook gewoon hier die mensen naar buiten, ze vonden dure auto's, ze zijn zo rijk gelijk. Rijk gelijk. Ja? En daarom is dat niet zo om ze hier te lopen, want iedereen kijkt je aan gelijk, wow, dat is niet normaal. Ik moet me dat niet echt aantrekken, maar hier is overdreven. Plus, wij komen op de strand, wat is dat? Zal ik een keer zeggen wat dat is? Op wat lijkt het? Dat is een strand, Ashley, een strand. Zo mensen, we zijn teruggekomen aan Gent Sint-Pieter station. Oh, de vibe is hier toch altijd weer chill, hè? Ja, de hometown. Home sweet home, baby. Zwaar chill. Wat we nu aan het doen is waarschijnlijk naar de stad gaan ofzo. Ik weet het niet zeker. We gaan wel zien wat we gaan doen. Maar knokken is echt wel een no-go, dus ik raad het niet aan. Als ze naar het zee wil gaan, Oostende of Blankenbergen, is veel beter. Till my shadow turns to sun rays and I... De tram nemen. Ik ben juist eentje aan het roken. Hè? Ja, is goed, man. Volgende tram nemen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Oké. Zo, ik stijg nu aan Sint-Jacobs. Ik ga vlug naar de Zuid een keer gaan. Ik ga naar Issy Paris XL. Deze video is trouwens niet gesponsord. Maar ik ga daar een parfumpje kopen, denk ik. Ik ga wel zien. Wow, check dit out. Damn. Nice, dat is zalig. Maar kijk, ik ga eerst keer naar Issy Paris, zoals ik al eerder zei. Ik ga daar, denk ik, een Louis de Lange kopen. En wat ik daarna ga doen, weet ik nog niet. Waarschijnlijk naar huis gaan of wel mee, maar ik weet het nog niet. Wat doe jij als? Wat? Wat doe jij? Wat vond jij van knokken? Ongezonde dingen. Wat vond jij van knokken? Dat was echt aangenaam. Dat was aangenaam om te lopen op het strand. Het was lekker warm. Zo met je voetjes in het water. Zo. Ik ga nooit meer daar knokken, ik zeg het. Misschien ooit als het zomer is of zo. Met een jas knokken naar het ZHS te staan over Blankenbergen. Moet knokken. Mast. Dank je, dat is grappig. Dat is niet grappig. Ik ben nu aan het wachten op bus 5. Ik hoop dat het hier snel gaat zijn. Zo mensen, ik kom net van Issy Paris XL. Ik heb een parfumpje gekocht.
En ik ga die subiet eens open doen, unboxen hier in de vlog. Sowieso. Ik sta hier nu even te wachten aan de smatch, omdat Jordi binnen is. En nogmaals, kijk, ik heb het weer kunnen. En ik moet nu al weten, ik ben mijn bonnetjes thuis vergeten, dus de korting heb ik niet kunnen krijgen. Maar dat heeft mij een reden om morgen terug te keren. Want die 20% ga ik niet laten liggen, want dat is redelijk veel. In de parfumwereld, sowieso. En ik ga wel zeggen, die parfum dat ik nu heb is echt sexy, niet normaal. En het is echt wel ook een aanrader. Juist jammer dat hij geformuleerd is, want nu is de performance niet echt zo goed. Maar ik ben hier nu even aan het wachten. Dus biedt ga ik buiten de winkelcentrum gaan. En ga ik waarschijnlijk naar huis gaan, ik weet niet zeker of ga ik nog even mee met hem. Dus ja, geniet van de beelden nog. Zo mensen, ik ben toegekomen waar dat de bus heeft gestopt, waar dat ik moet afstappen. Ik ben bijna thuis, echt wel zwaar chill. Ik ben wel redelijk moe, ik ben een beetje uitgeput. Omdat ik toch wel redelijk veel heb gewandeld, weer al bijna 20.000 stappen gezet. Ik denk dat ik ze bieden nog een keer naar de winkel moet gaan, ik weet het niet zeker. Maar ik ben echt wel blij, echt wel, ik ben zwaar stoked met de nieuwe parfum die ik heb. La Nuit de L'Homme, nogmaals. Maar kijk, ik ga nu naar huis. Wat ik erna ga doen, weet ik niet precies. Waarschijnlijk ga ik, zoals ik al zei, naar de winkel gaan. Ja, en morgen ga ik verder vloggen. Omdat ik denk dat ik niet genoeg beeldmateriaal heb vandaag. Het was echt wel een beetje uit de hand gelopen. De trip naar Knokke was echt wel mislopen, zeg maar. Wat wel jammer is. Maar ja, niet alles kan perfect zijn, hè. Ik heb twee dagtrips gedaan. In totaal, en dat was wel zwaar chill, maar... Vandaag, nee. Maar I don't care less. We gaan er sowieso nog een fijne vlog van maken. En ik ga nu gewoon een beetje me laten inspireren op Google. Wat ik ga doen. Want het moet toch wel een beetje kick in de vlog zitten, hè? Sowieso. Zo mensen, ik ben thuis gekomen. Ja, sorry. Mijn maat is aan het praten in mijn oor. Maar ik ben thuis gekomen. Ik heb... direct rijst, zo nasi goreng vanuit de Aldi, in de kastrol gedaan. En mijn broer heeft daar even overgenomen dat ik nog naar de winkel moest gaan. Ik ben naar de winkel geweest. En de kastrol is, zeg maar, ik wilde ook nog even laten weten, omdat mijn maat, ja, ik ben met hem aan het bellen. En hij zegt, als mensen niet weten wat dan een kastrol is. Ja, een kastrol is gewoon een pan, een soort, een kookpot, laten we het zo zeggen. Maar ik zit hier nu op mijn bed. Ik ben naar de winkel geweest. En daarna ben ik thuis gekomen. Ik heb iets gegeten. Wel echt, het was nodig. Want in de Knokke heb ik gewoon niks gegeten. Bijna Hans dag zo niets. En ik had zo één flesje spa gekocht. En ik heb er maar twee slokken van genomen. Ik had ineens zo'n barst in de kop. En ik zeg, wat is dat? Allee, dat is niet normaal. Ik drink, ik eet. Dat was over. Dat was normaal, ja. Ik bedoel, ik heb niks gegeten, niks gedronken. Oh, maar echt. Knokke was zo fucked up. Jordi, weet jij nog die val? Die val was echt erg, hè? Wow, joh. Ja, dat was gelijk een slow motion. Mensen, die val, wat ik heb meegemaakt, was echt raar, mensen, niet normaal. Maar zo, ik ga met subiet leggen, maar ik eerst nog een beetje bellen en dan ga ik iets kijken of zo en dan ga ik gaan slapen. En dan morgen film ik verder, sowieso, maar wat ik ga doen, weet ik niet. Ik ga gewoon een beetje moeten nadenken wat ik ga doen. Ik ga gewoon mee met flow gaan. Wat ik zoals altijd zeg in iedere vlog. Keer op keer, opnieuw en opnieuw. Dat is normaal. Ik heb gewoon niks te doen. Niks is open. Gelijk wij maken plannen. Ik en mijn maat. Zo voor naar een minigolfpark te gaan. Om zo gekke shit te doen. Gelijk te gaan kamperen. Maar nu dat helemaal niet. Omdat er niks open is. En dat is jammer. Maar we hebben echt wel zieke plannen. Als dat doorgegaan, echt waar, ik ga gouden video's maken, niet normaal. Maar ja, als wat. Ook eet smakelijk als jullie iets gaan eten of aan het eten zijn, dat wil ik ook gewoon nog even zeggen. En ja, shout-out naar iedereen die naar deze vlog kijkt. Sowieso. Maar ik ga nu mijn ogen toedoen, subiet. En ik zie jullie de volgende dag weer. Slaap al. Mensen, het is dik na de middag. Het is geen ochtend meer. Ik heb gewoon niet gefilmd. Omdat ik er geen zin in had. Ja, ik weet niet. Het is heel raar. Het is nu een...
15:37. Ja, sorry, mijn scherm is een beetje vuil. Ik heb net aardappelen geschild. En mijn handen zijn nog een beetje bloemig. Dus ik ga ze eerst ook wassen. Maar wat ik ga doen, ik ga denk ik nog een keer naar Ici Paris XL gaan. Ja, ik heb een kleine verslaving daaraan. Parfum. Ah, hallo Mieke, zijn hier ook? Mijn hond komt ineens buiten. Zart, zo, check it out. En ik heb... Ja. Mega wijs. Maar zo, kijk, ik ga denk ik nog een keer naar buiten gaan. Ik heb niet veel gedaan deze ochtend. Ik ben nog in slapen van een zetel. Maar ja, I don't care less. Zwart, ik ga dan vertrekken. En ik zie je dan zo ook, ja. Yeah, I'm weird. Mieke, kunnen we het nog fixen? Mijn weirdness? Volgens haar niet. Kijk, ze is mijn verstand aan het zoeken, ze is aan het trekken. Maar ze vindt het niet. Nee, ze heeft haar best gedaan met zoeken. Heeft ze niet gevonden. Maar ik zie jullie zo. Mensen, vooraleer dat ik ga vertrekken naar Ici Paris XL, ga ik ook laten weten dat ik dit allemaal niet ga filmen. Ik had eerder gezegd in de vorige clip van wel, maar ik ga dat niet doen. Ik ga jullie gewoon de review en de unboxing tonen, sowieso. Ik ga ook zeggen wat er in die parfum zit. Ik ga dat ook testen en zo. Wat wel mega chill is. En ik ga dat gewoon vlug gaan halen. Ik ga direct naar huis komen. En ik ga dat dan unboxen reviewen. Ik moet dat dan ook nog koken en zo. De parfum niet, maar ik moet gewoon nog koken. Ik ga vandaag aardappelen maken met appelmoes en kippenworst. En mensen, weet je hoe dat eruit ziet als ik vlog? Kijk, ik sta nu even in mijn badkamer. Waarschijnlijk ook een lichte echo of zo. Ik weet het niet zeker. Maar check, zo ziet dat eruit. Maar ik vind het helemaal mooi. Zo mensen, zo vlog ik steeds. Dit is mijn camera setup. Wel mega chill. Zoals je ziet, zie ik er helemaal anders uit. In de spiegel, sowieso. Maar ik ga nu vertrekken. En ik zie jullie bij de review en de unboxing. Tot zo. Zo mensen, ik ben al een tijdje terug van Ici Paris XL. Ik ga nu de parfum unboxen. En ook de parfum van Hits ga ik ook unboxen. En ik ga dat testen. Ja, ik heb ze natuurlijk wel al getest in de winkel. Maar ja, ik ga ze nog een keer testen hiervoor. Zeg maar een review geven en zeggen wat dat erin zit. En hoe dat ongeveer ruikt. En ik weet ook ongeveer hoe lang al dan ze kunnen blijven op de huid en zo en op de kleren. Op de kleren is dat meestal bijna 24 uur. Kan wel redelijk lang blijven. Maar op de huid, ik ga eerst beginnen met de L'Ennui de Long van Yves Saint Laurent. Echt daar een prachtige geur. Dit is een panty dropper, sowieso. Hier houdt de meiden van. Dit is echt wel een date fragrance. En ik ga nu ook een TikTok video maken. Want ik moet mijn TikTok een beetje up-to-date houden, sowieso. En jullie gaan zien dat ik dat ga doen. Ik kan het wel verder spoelen, gaat het wel zien. Dus, gaan we eerst een TikTok video maken, sowieso. Ik heb hier ook nog Azzaro Wanted by Night gekocht vandaag. Dat is deze geur, normaal gezien, wacht hè, ik ga zo niet mijn TikTok video maken. Maar ik ga normaal gezien, eerst de Mont Blanc Legend Spirit kopen. Maar ik heb de Azzaro Wanted by Night gekocht. Omdat dit was een geschenkdoos. En dat is wel mega nice. Ik heb waarschijnlijk de lamp nog niet getoond. Dat is deze pakket. Zo. Wat wel mega nice is hier aan de Azzaro Wanted by Night is dit. Ik ga het wel even open doen, maar ik moet er voorzichtig mee zijn. Ik moet wel zeggen, deze doos is echt wel mooi. Doei. Ik ben zwaar gestookt, ik ben echt wel een parfum van het. Niet normaal. Ook al kon ik het financieel niet echt doen, heb ik het toch gewoon gedaan. Check de inhoud hiervan. Ja, zoals je ziet, een 100 ml flesje. En een rollerstick, deo rollerstick. Wat wel mega nice was. Een 89 euro was al zoiets. Moet er wel keer checken. Perfect voor in de winter, trouwens. Maar de unboxing ga ik hierop doen. En de review ga ik ook geven op TikTok. Dus ik ga waarschijnlijk... Ik ben er aan het denken dat ik zou doen. Ik ga het hier gewoon unboxen, sowieso. Ik ben er vandaag ready voor. Bij nu parfum. Ik ben zo blij. Luister naar het geluid van die plastic. Ja.
Zalig. Ja, dan ligt zo hier een tandplasticsje. One eternity later. Zo. Wow, dit zusje is echt wel mooi. Een 100 ml flesje. Ik ga hem als eerste overdoen. Nice. Wow, eindelijk, check deze flesje. Ik vind hem zo mooi. Hij is zo strak en clean, niet normaal. Oké, check hoe mooi. Nog geen vingerafdrukken aan of zo. Prachtig, nice. Laat me wait alone. Dit heb ik al zo vaak voor gehad. Ik heb hem nog niet eens gebruikt, ik ga hem een keer ruiken of dat ik iets ruik, maar dat is onmogelijk, hè. Dus laten we het maar proberen. De atomizer. Oeh. Ik krijg al een stukje van de geur mee. Damn! Dit scheer is echt wel nice. Jede zeer. Ik ben zwaar stoked. Kan ik denken wat er hierin zit? Ik moet er normaal gezien in studeren, maar ik heb dat op mijn gsm opgeslagen. Op TikTok ga ik dat wel moeten instuderen, maar hier ga ik het gewoon via mijn gsm bekijken. Ik ben het vergeten. En kijk, ik heb dat gewoon opgeslagen. Alleen niet echt opgeslagen. Ik heb dat ingetikt. Op de gsm zelf. Dus ik ga gewoon naar mijn notities, zeg maar. Oeh, ik zie het zwaar goed. Ja, deze heb ik nog niet, denk ik. Jawel. Hierin zit er cardamom, tonkaboon, lavendel en cederhout. Dat zijn de ingrediënten die erin zitten. De topnoot zijn eigenlijk cardamom en tonkaboon. De midnoot is eigenlijk lavendel en de basenoot is cederhout. Dat is zo op het laatste dat je meekrijgt. Wow, is echt goed. Ik zweer, deze geur is echt een aanrader. Deze video is trouwens niet gesponsord, maar dit is echt voor een date night en de dames houden ervan. Ze houden hiervan, sowieso. Nu ga ik over naar de volgende parfum. En dat is Azaro Wanted by Night. En hier heb ik ook, kijk, zoals je ziet staat dat in mijn notities. De topnoot zijn kaneel, mandarijn, tabak. De midnoot is lavendel. En de basenoot is vanille. En mensen, dit is echt wel een winterfragrance, maar ook voor een fall noemen ze dat herfst. En echt wel amazing. Ik heb hem geroken. Ik ben er een echte fan van, sowieso. Nogmaals, niet gesponsord. Niet gesponsord. Kijk, ik bloei helemaal open als ik een parfum kan reviewen. Dat is echt ook mijn ding. Niet normaal. Zwaar chill. Maar deze ga ik ook testen voor camera, sowieso. Moet ik hem eerst unboxen. Ga ik hier ook opdoen, zoals je weet wat dat erin zit. En als je mij niet goed verstaan hebt, ik ga ook de note in het scherm zetten. Ja, zeg maar, een beeld. Dus we gaan dat open doen. Dit is de doos. Ik denk dat ik er twee handen voor nodig heb. Of één hand. Ja, ik heb er twee handen voor nodig. Oeh, de doos. Zal ik hem even achter mij leggen? Oh, ik vind het zo irritant plastics gedaan, hè? Maar dat is goed, dat is beveiliging. Oeh, mensen, check deze flesje. Dit is zo nice. Dit is Azaro Wanted by Night, zoals je ziet. Nice.
Dat is gelijk zo, hoe noem dat? De munitie van de kogel. That you, you had, you could... Een munitie van de kogel. Dit is zo een munitie van een wapen gelijk, van een revolver. Oeh, de cap. We gaan deze afdoen. Oeh, die sluit goed in plaats, sowieso. Die sluit in op zijn plaats. Oké, we gaan hem testen. De atomizer. Oké. De atomizer is savan, kan wel beter. De atomizer is eigenlijk de spray. Zo goed. Oh, ik ben er echt fan van. Niet normaal, mensen. Ik ga dat blijven zeggen. Oeh, dit is echt onnice. Dit is ook zeker een aanrader voor in de winter, voor in de nacht of zo. En op een of andere manier vind ik dat je er ook mee kunt gaan clubben, zeg maar. Op een of andere manier krijg ik die vibe mee. Zoals ik al zei, zit er daar tabak in. En laten we nog eens kijken wat er hierin zit. Nee, weet wat? Ik ga het in beeld zetten. Sowieso. En de deus zit hier ook bij. Ik ga dat direct al uit de bus halen. Dan ga ik kijken naar de deo-roller. Oeh, die is eigenlijk al dicht. Ik ga hem dicht laten. Omdat ik hem niet direct herbruik. Omdat ik heb van Paco Rabanne Invictus nog een deo. En ik vind hem wel nog nice. Dus ja, dat was eigenlijk de parfum review. Oh, zo goed. Oh, long way the long, damn. Vreugdedansje is dit. Maar ja, dit was review. Dit was eigenlijk ook het einde van de vlog, mensen. Hebben jullie genoten van deze vlog? Vergeet zeker niet het blauwe duimpje in de lucht te doen. Hieronder heb je een balkje. Waar dat er in het rood staat, abonneren. Klik daar zeker even op, zodat er een prijs wordt gezet. En waar dat er geabonneerd komt op te staan. Daarnaast heb je een notificatiebelletje. Klik daar zeker even op als je niets wilt missen van video's of vlogs. En wat ik zoals altijd ga zeggen. Mensen, secondje. Wat ik zoals altijd ga zeggen, dat is tot de volgende video. Later.